ben je ooit begonnen met deze sport? Ja, dat vraagt natuurlijk iedereen. Mijn zus is ooit begonnen in een rafteam vanwege het werk wat zij deed. En daar is ze toen Nederlands kampioen mee geworden. En na een tijdje stopte er een aantal meiden. Toen vroeg ze mij of dat ik aan wilde sluiten bij het team. Dus zo ben ik bij deze sport terechtgekomen. En waarom heb je besloten om het ook echt door te zetten daarna? Nou, dat was op zich wel grappig, want de eerste wedstrijd was het NK. En toen zei ik tegen haar, nou, ik wil best mee naar het NK. Dat vind ik op zich wel leuk. En daarna stop ik er ook mee, want ik was veel aan het volleyballen. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. En raften vond ik toch maar een beetje saai. Een beetje rechtdoor peddelen en zo. Maar toen wonnen we dat NK, heel onverwachts. En toen mochten we naar het wereldkampioenschap in Nieuw-Zeeland. En toen had ik zoiets, oh, dat is toch wel heel erg leuk. En toen heb ik dus de beslissing gemaakt om toch door te gaan met raften. Ja, toen kwam het WK en vanaf daar ben ik eigenlijk gewoon constant doorgegaan en niet gestopt. Ik heb Anne leren kennen op het CIOS, de sportopleiding hier in Eindhoven. Zij zat niet bij mij in de klas, maar tijdens een kamp en een schoolfeest uiteindelijk Anne leren kennen. En als je Anne in één woord mag omschrijven, wat zou dat dan zijn? In één woord? Of een paar woorden? Nou, leuke, vooral spontane meid die met de hart op de tong zegt wat ze denkt en... Laat het ook duidelijk weten hoe zij erover denkt. Ja, sportief natuurlijk. Veel passie voor dingen die ze doet. Hoe was Anne als klein meisje? Anne was als klein meisje zeer gedreven. Ze wilde altijd wel, als ze een wedstrijdje speelde, wilde ze altijd wel een wedstrijdje winnen. Dus, het zit toch wel een beetje in het karakter van Anne. Hoe was Anne als klein meisje? Een meisje met een pittig karakter in ieder geval. Pittig, heel snel alles. Dus, en dat is ze nog steeds? Dat is ze nog steeds, zeker weten, ja. Ja. En hoe lang doe je de sport nu al? Ik denk dat ik nu aan mijn zevende seizoen begin. Dus dat is ja, wat dat betreft nog niet heel erg lang. Maar raft is ook niet iets wat je van jongs af aan doet. Daar ga je toch net iets later mee starten. Dus ja, 7 jaar. Ja. En hoe is ze nu? Eigenlijk nog hetzelfde. Als er een wedstrijdje gespeeld moet worden, dan is ze toch nog wel steeds gedreven om die wedstrijd te winnen. Alleen wel met het idee en met de beleving van ik moet wel kijken hoe ik die wedstrijd kan winnen. Dus meer bezig met hoe ik goed tot eindstreep kan komen. Als je naar een raftwedstrijd gaat, dan zijn er 4 onderdelen. Het eerste onderdeel is sprint, waarbij je op een hele korte afstand zo snel mogelijk van punt A naar B moet varen. De tweede wedstrijd is de head-to-head en daarbij vaar je met 2 teams tegelijkertijd. Dus dan krijg je altijd een beetje een battle en wie er dan op het einde het snelste beneden heeft gewonnen. En de slalom, en dat is met de poortjes op- en afvaren, ook een heel leuk onderdeel, heel technisch. En het laatste onderdeel is de downriver, waarbij je een hele lange afstand moet overbruggen. Dus dan ben je ongeveer een uur aan het varen. En bij al die wedstrijden kan je punten halen en haal je uiteindelijk in die 4 onderdelen de meeste punten, dan win je. En hoe vaak zijn er nou dan wedstrijden in een jaar? Dat verschilt een beetje. Er is wel elk jaar een NK, er is elk jaar een EK en elk jaar een WK. Die kunnen we niet altijd allemaal doen, omdat dat ook best wel duur is en je moet toch weer ver reizen. Dus 1 jaar doen wij 4 wedstrijden, ja. Ja. En hoe is het nou om een oudere zus te hebben die ook deze sport oefent in een ander team? Dat is wel echt heel erg leuk. Ook wel heel apart, want zij zit natuurlijk in het Engels rafteam. Dus we moeten ook tegen elkaar varen. Dat is soms wel heel raar, maar ook wel weer heel erg leuk. We gunnen het elkaar heel erg. Het is gewoon heel tof om in ieder geval een passie met elkaar te kunnen delen. 2 jaar geleden zijn ze in Japan, was ook voor het WK. En toen moesten ze inderdaad tegen elkaar battelen. En normaal wil Groot-Brittannië altijd de wedstrijd, maar deze keer won Nederland van Groot-Brittannië. Dus Fieke, of Anne won van de grote zus Fieke. En merk jij iets tussen de zussen strijd? Of? Ja, op het moment dat die wedstrijd zelf is natuurlijk wel. Als ze onderling een wedstrijd hebben en dan zitten ze een beetje elkaar op te peppen. En juist misschien ook wel onderuit te halen van deze ga ik winnen. Dat maakt het denk ik ook wel leuk. En het is in ieder geval een leuke strijd en niet, het is geen haat en uit.
Dus er bestaat geen jaloezie of ruzie of onderlinge strijd? Ja, die is altijd een beetje lastig in te vullen. Over het algemeen is Fieke's team altijd net iets beter. Dus dan is het wat makkelijker om gewoon trots op haar te zijn en tevreden te zijn met ons resultaat. Maar op het moment dat we bij wedstrijd tegen elkaar moeten varen, ja, dan kunnen we wel eens eventjes 5 minuten elkaar niet aankijken. En ja, dat hoort er een beetje bij de sport. Dus, Maar je bent wel blij als zij wint en andersom ook. Ja, jawel, zeker. Als zij is een keer wereldkampioen geworden. Nou, toen was ik ook wel echt heel trots en vond ik het ook echt heel tof voor haar. Dat gun ik haar ook echt. En hoe is dat nou om in Nederland te moeten trainen waar je eigenlijk geen wilde rivieren hebt en dan toch een wedstrijd moeten winnen? Best wel een beetje saai ook, want het leukste is natuurlijk om op wilde rivieren te varen en in de mooie natuur te zitten. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat we hier ook wel echt heel erg veel geluk hebben met ja, in ieder geval nog wat poortjes, dus dat maakt het wel wat leuker. Maar ja, het kost toch ook wel energie om hele saaie trainingen op vlak water te doen, dat is nou eenmaal zo. En in de weekenden proberen we dan wat meer naar het buitenland te gaan om echt wild water te varen. De Nederlandse kampioenschappen die waren voorheen altijd in Frankrijk. Dus daar waren de wedstrijden altijd op de rivier de Durance, een hele mooie rivier. En momenteel wordt het Nederlands kampioenschap in Oostenrijk gehouden. Dus eigenlijk reizen ze de hele wereld wel over? Ze reizen de hele wereld over. We zijn wat dat betreft eigenlijk al in alle werelddelen geweest. En, en wij proberen dat dan te volgen. Ga je ook altijd mee naar de wedstrijden van Anne? Nee, niet altijd. Ook omdat dat alles wat Anne die wedstrijden doet, is allemaal in haar eigen tijd. Ze krijgt er in principe geen vrij voor, maar ze moet er echt vrij voor nemen. Hetzelfde geldt voor mij. En ja, soms lukt het wel, soms lukt het niet. De ene keer zijn de tripjes wat dichterbij, de andere keer wat verder weg. Een wereldkampioenschap is natuurlijk wel leuk om naartoe te gaan. Dus dan als het de andere kant van de wereld kan combineren met een vakantie en een wedstrijd van Anne, dan is dat wel hartstikke mooi. Ja. Het maakt het zo leuk dat je op heel veel plekken in de wereld komt. En op heel veel plekken waar de normale mensen, de toerist bijvoorbeeld, niet komt. Je ziet de natuur vanaf het water en ja, dat maakt het echt super mooi. En hoe lang ben je nou in de week ongeveer bezig of kwijt aan het trainen? Met dit team proberen we het nu iets rustiger aan te doen. Dus dat betekent dat we maar 1 keer in de week bij elkaar komen. En dat heeft er ook mee te maken dat alle meiden van ver komen. Dus er komt iemand uit Nijmegen, iemand uit Den Haag. 1 meisje woont in België en ik heb dan geluk, ik woon in Eindhoven. Dus we proberen allemaal zelf gewoon onze sporten bij te houden en fit te zijn. En dan 1 keer in de week komen we hier samen om echt te trainen. Als je moest kiezen tussen je werk en je hobby, wat zou het dan zijn? Nou, als ik betaald zou krijgen voor raften, dan is het 100% raften. Maar het is geen betaalde sport, dus... Ja, het is een lastige keuze, omdat ik weet dat sport heel veel voor Anne betekent. Uiteindelijk weet Anne ook dat de sport niet iets gaat brengen voor heel haar leven, zeg maar, om mee door te kunnen gaan. Dus uiteindelijk zal ze kiezen voor haar werk, om in ieder geval aan de toekomst te denken. Ja, ja, ik moet het toch maar even met mijn normale werk doen. Wat doe je verder nog in het dagelijks leven? Ik werk op de politieacademie als docent lichamelijke opvoeding eigenlijk. Dus ik ben vooral veel bezig met sport. En dat is het eigenlijk, ja. En hoe combineer je dat met deze sport? Nou, dat gaat op zich wel heel erg goed. We trainen vooral veel in de weekenden en 's avonds. En dan ja, is er natuurlijk in die zin geen werk. Dus dit is echt hobby die ik gewoon in het weekend uitvoer. En dus dat valt goed te combineren. Ben je trots op Anne wat ze allemaal gepresteerd heeft? Ja, zeker. Ja, Nederlands kampioenschappen, Europees kampioenschap, wereldkampioenschappen. Allemaal wel medailles gehaald. En ook Europees en wereldkampioen erin geweest. Dus wat dat betreft zeer trots. Ja. En bent u trots op wat ze heeft bereikt? Ik ben trots op al mijn 3 kinderen dus. En trots wat ze bereikt heeft. Wat Fieke en Willem is prima. Ze hebben het goed gedaan, alle 3. Absoluut, absoluut. Dus, we zijn er zeer trots op. Het is een klein wereldje, het raften. Je komt toch vaak dezelfde personen tegen. Als je de raftwedstrijden gaat bekijken.
En het is een klein wereldje. En ja, in dat wereldje doen ze toch, staan ze een mannetje, of in dit wel een vrouw, best wel goed op de wereldkampioenschappen en ook op de EK's doen ze het heel goed. Dus daar zijn we zeer trots op, ja. Wat zou je nog graag willen bereiken in de toekomst met de draft? We gaan volgend weekend het Nederlands kampioenschap varen. De kans is wel aanwezig dat we dat gaan winnen. En dan kwalificeren we ons voor het wereldkampioenschap in China in 2020. En ik zou het heel leuk vinden om met dit team daar het maximale eruit te halen. En het maximale zou dan denk ik voor ons betekenen dat we in ieder geval op één onderdeel een medaille gaan halen. Dat zou supermooi zijn. Het is niet de bedoeling dat je droog blijft, hè? Ik had net een dankjewel, hè? Dat is een ding hier. Nou, jullie ook bedankt.